Mariam Abdoulaye Toloba, we zijn hier vandaag in Tubeke. Het was al opnieuw, Anderlecht tegen Gent. Hoe was het om jullie te concentreren na die match van vrijdag? Ik denk dat de vreugde enorm was vorige vrijdag. Hoe is het om dan hier zo kort daarna al terug te moeten spelen tegen Anderlecht? Inderdaad, vrijdag waren we allemaal zeer content dat we gewonnen hebben. Maar kijk, vandaag was er een nieuwe match. Ja. Dus we focusten ons op de match nu. Maar ja, kijk, Anderlecht was eigenlijk een tikkeltje beter dan wij. We waren te laks in ons duels ook en in ons spel. Ja. Het handen even op de laatste minuut. Dom eigenlijk, want eigenlijk op de nächste minuut concentreerd blijven. En uiteindelijk, als je iets harder bent, dan komt die goal niet in die voorzet. En dan is het, gaan we met gelijk spel. We hebben ook een punt mee naar Gent. Maar we hebben genoeg niet gelukt. Ja, misschien ook een minuut of acht, denk ik, voor het einde van de match. Jij schiet opeens vanuit het niets. Fantastisch schot, bijna binnen nog. Ja, inderdaad. Normaal scoor ik dat. Maar like, vandaag was het ook niet mijn beste match. Ja. Dus hopelijk vrijdag beter, dat we terug de 3 punten kunnen pakken en die match hier zo snel mogelijk vergeten. Ja. En we mogen blij zijn dat we verder gaan in de beker ook. En daar, jullie spelen nu vrijdag al tegen Genk, dat is ook de tegenstander in de halve finale. Hoe zie je dat, vervolg? Eerst zien we dat we vrijdag winnen en dan dat zien we wel voor de beker. Stap voor stap gaan we bekijken hoe dat verder loopt. Dat is voor later, maar het is, jullie proberen nu wel opnieuw te winnen, denk ik. Hè? Inderdaad, we hebben dat vorig jaar gewonnen, dus nu het zou mooi zijn moesten we hem nog een keer winnen natuurlijk. Oké, ik dank je, veel succes in elk geval. Dank je wel, alsjeblieft.